We zitten hier in de winkel van de markies en de markiezin. En de markies en de markiezin die verschilderen, vernieuwen oude dingen. En u moet zelf maar eigenlijk kijken straks wat er allemaal aan de hand is. Maar ik wil eerst met ze praten. Wie van jullie wil het eerst wat zeggen? Nou, zeg waar het over wil. Nou, over de geschiedenis. Hoe zijn jullie begonnen? Kunt u het best bij Jeanette beginnen? Ik ben Adi, hoor. Oké, Adi. Adi. Ja. Oké. Nou, ik ben hier in... Graag je naam. Ik ben Jeanette van der Slikken. En ik ben begonnen met de markiezin in mei 2005. Met het idee van dat ik veel meubels afgedankt zag staan die eigenlijk nog wel heel erg goed zijn. En constructief gewoon goed in elkaar zitten, alleen verouderd en verouderd uiterlijk hebben. En daarmee ben ik begonnen. En langzaam maar zeker gingen we uitbreiden. Ik kreeg ook steeds vaker de vraag te horen van bekleedt u ook? Ik zei nee, dat bekleed niet, want dat is een vak apart. Ik ben ermee begonnen, dus je bent met gewone meubels. Ik ben met gewone meubels begonnen hier. Ja, in dit pand. Ja, ja. En met het idee van er wordt heel veel weggegooid. Ja. En ik vond meubels langs de kant van de weg. En de beroemde buikkastjes die oma vroeger altijd in huis had. En die werden langs de kant van de weg gevonden. En ik merkte dat er steeds meer vraag kwam toen ik begonnen was ook in opdracht te werken. Met mensen die van iemand in hun familie kastjes kregen. Die zeiden, ja, ik wil het niet wegdoen. Hè, want het doet me denken aan puntje, puntje, puntje. Maar... ja, ik zet het ook niet in de woonkamer neer. Dus zodoende ben ik daarmee verder aan de slag gegaan. En ja, dat breidt uit. Ik ben ook begonnen met marmeren en houttechnieken te imiteren. Nou, ja, dat zeg je nou eventjes zo vlug, maar dat moet je maar kunnen. Nou, dat heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd. Vroeger leerde iedere schilder, huisschilder, leerde ook marmeren. Dat is er al jaren niet meer. En ik heb zelf de kunstacademie gedaan, dus vanuit de artistieke hoek ben ik begonnen op plankjes en op meubeltjes die ik vond langs de kant van de weg. Verschillende marmersoorten te imiteren en daar word je beter in en daar word je steeds beter in. En dan ga je dat uitbreiden naar andere steensoorten en als je de ene marmersoort kan, dan... ja, dan moet je in principe alles kunnen imiteren. Vertel eens, hoe komen jullie eigenlijk aan die namen? Nou, Jeanette die had de winkel al en die heette De Markiezin. En om toch een beetje scheiding te krijgen tussen... ik ben dan de meubelstoffeerder. Tussen de stoffering en de decoratie hebben we dat samengevoegd, zeg maar. Vandaar... Dus toen moest je wel de markies in... Ik moest eigenlijk wel de markies worden. Ja. Om bij de markies in te kunnen horen. En hoe, en hoe lang zit je hier? Werk je hier al? Ik moet even denken. Ruim 2 jaar. Ja. En hoe kwam het dat je hier terecht kwam? Want je was, of je bent, meubelbekleder. Ja, klopt. Mm-hmm. Ja, hoe deed je dat dan daarvoor? Nou, daarvoor heb ik een aantal jaar in het buitenland gewoond. Mm-hmm. En was ik weer teruggekeerd hier in Leeuwarden. En het begon weer te kriebelen. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een werkruimte. En kwam zodoende hier terecht. Ik liep hier langs en dacht, wat grappig. Hier worden meubels beschilderd. Dat vond ik wel interessant. En zo stapte ik hier binnen en toen was het ook gelijk eigenlijk dezelfde dag dat Jeanette me ook weer belde na het kennismakingsgesprek. Ik vertelde haar dat ik meubelstoffering deed en belde ze me s'avonds op. Zo van, heb je zin om samen met me mee te doen? En ik denk dat zo een beetje zo gegaan is. Dus jullie hebben samen deze winkel nu? Ja. Ja.
En dan ook ja, gescheiden, zoals je ziet, zijn ze erachter bezig hè, met de meubelstaffering. Ja. En ja, doen we eigenlijk van alles, van banken, stoelen, klassiek, modern. Eigenlijk ja, alles wat op dat gebied te doen is. Hoe ben je op het idee gekomen om meubelbekleder te worden? Ja, dat komt op een gegeven moment op je pad. Het begint eigenlijk op een amateuristische manier. Je ziet een leuk meubel staan en dat moet dan, ja, de bekleding is dan gewoon in een soort kringloopwinkel of wat dan ook. En ja, dan begin je gewoon ergens. En nou, toen wou ik toch wel steeds, ik wou wel graag daar beter in worden. En zo trof ik dus ook een man die zeg maar al jaren een meubelstoffering had. En die heeft me eigenlijk het oude ambacht geleerd. Dus heb ik 2 jaar gewerkt en zodoende het vak geleerd. Aha. Dus eigenlijk een beetje, ja, van hobby is het gegroeid naar, ja, naar het serieuzere werk. Ja. Ja. En wat vind je nou het moeilijkste aan meubelbekleding? Het slopen. Het slopen? Ja. Maar gelukkig, mijn partner vindt dat niet erg om te doen. Maar vaak zit er nog meer werk in het eraf halen van de oude bekleding. Dan, ja, dat is toch, er gaat meer tijd in zitten dan het weer opnieuw bekleden, zeg maar. En dat vind ik, ja, dat is niet echt mijn, dat vind ik niet echt het fijnste om te doen. Nee, dat is niet echt mijn ding, nee. Nee. Als je nou meubels bekleedt, of een stoel of zo, dan moeten er ook nieuwe veren in en weet ik veel allemaal. Hè? Is dat ook wat je doet? Ja, dat kan ik ook, ja. Hmm. Hè, dus de hele echte oude, antieke manier van stofferen heb ik geleerd, ja. Ah, ja. Ja. Er zijn niet veel vrouwen die dat doen. Nou, wel steeds meer, geloof ik, maar het komt minder voor. Hè? Het is toch... ja, meer dat je stoffeert met schuimrubber en de meer modernere middelen dan dat het echte oude ambacht. Ook omdat het denk ik wel kostbaar is. Hè? Er gaat heel veel tijd in zitten. Ja. Dit heb ik naar aanleiding van een plaatje gedaan wat ik vond van een stuk marmer. Een deel van een open haard of zo. Dat vond ik zo'n fantastische kleur. En dan ga ik net zo lang zoeken tot ik de juiste kleuren heb en de juiste structuur. En dan ja, ga ik dat imiteren. Ja. Dat vind ik een uitdaging. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, vertel eens meer over wat je hebt gemaakt. Ja, deze hier heb ik bijvoorbeeld het was een hele vieze, wittige spiegel. Die heb ik met een speciale soort verf, tenminste heel veel kalk zit hierin. Daar heb ik heel lang op gewerkt, om ik wilde dit de stofstructuur geven. En ja, daar leent die kalkachtige verf zich heel goed voor. Daar bijvoorbeeld die kleur rood, dat is Napoleon Rouge, deze zuil. En dit is echt de kleur rood, zoals die in de natuur voorkomt. Dit is dan een betonnen zuil. Ja. En, hoe bedoel je dat echt wat in de natuur voorkomt? Zo wordt die gevonden. Ja, die kleur komt dus echt in de natuur voor. En, en dat is toch fascinerend. Dat, hoe heb je die kleur gekregen? Eindeloos. Hier zitten... Nou, je kan het ook wel zien, verschillende kleuren rood in. En als je ook goed gaat kijken, ik heb dit ook vanaf een plaatje gedaan, want ik heb geen stuk Napoleon Rouge. Als je goed gaat kijken, dan zie je gewoon zoveel kleuren en mengen en nog een keer mengen. En vandaar ook dat ieder product anders zal worden. Hè, ik heb deze zuil in opdracht nog wel een keer gedaan, hè, in die stijl. Maar die is toch wel anders als je die ernaast zou zetten. Dan zou je zeggen,
Ja, het is wel dezelfde marmersoort, maar geen steen is ook hetzelfde. Hè? Ja, ieder stuk steen is ook weer anders, ook al heet het hetzelfde. En dat maakt het interessant. Deze stoel, hè, bijvoorbeeld. Ja. Heb jij die helemaal alleen gedaan? Nee, het is natuurlijk bekleed door de markiezin, hè? De markiezin Tientje, die heeft hem bekleed. En ik heb hem hier een oude look gegeven. Mm.